Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1, hand in hand. Welkom op het Sophia Kinderziekenhuis. En ik ben hier met wat kinderen die wat vragen voor me hebben, dus ik ben benieuwd. Mijn lievelingseten. Ik ben wel gek op pasta's, denk ik. Pasta's vind ik wel lekker. Ik heb eerder macaroni gegeten. Macaroni gegeten? Ja. En was het lekker? Ja. Heb je wel eens een gele kaart gehad of een rode kaart? Net een vraag die ik niet wil horen. De beste? Dan ga ik toch voor Messi. Allemaal Ronaldo? Nee, sorry. Nee, voor mij is het Messi. Ronaldo voor jou? Ja. Oké, dit jaar misschien, ja? Bij Dirk Kuyt. Waar Dirk Kuyt is? Dat weet ik niet. Wie mijn idool is? Vroeger toen ik klein was, was Ronaldo niet jouw Ronaldo, maar de andere Ronaldo. Die ken je ook of ken je die niet? De Braziliaan? Nee, dat is wel voor jouw tijd, denk ik. Ik ken hem wel. Ja, jij kent hem wel, hè? Ja, dus dat was eigenlijk mijn voorbeeld destijds. En Zidane natuurlijk ook altijd. Ik denk dat hij thuis is. Of hij is in de Kuip. Ja, ik denk het ook. Denk het ook? Ja. We krijgen volgend jaar wel een PlayStation in het complex. Dus dan kunnen we wel FIFA spelen, maar nu niet. Maar meestal als we bijvoorbeeld... het is het Heerenveen uit bijvoorbeeld. Dan gaan we meestal een dag van tevoren naar het hotel. En dan hebben we zo'n PlayStation koffer. Daar zit een scherm in en een PlayStation. En dan kunnen we die aansluiten op stopcontact. En dan kunnen we gewoon in de bus ook PlayStationen. Dus dan spelen we wel vaak FIFA. Wat ik wil zeggen is dat wij heel erg naar jullie opkijken. Jullie kijken ook naar ons op, maar wij kijken ook naar jullie op. Hoe wij zien dat alle kinderen hier aan het lachen zijn. En, terwijl ze toch wat beperkingen hebben. Het is ook alleen maar goed voor ons dat wij elke dag blij moeten zijn. Dat wij het goed hebben, weet je. En daarom zeg ik ook tegen de jongens, weet je, dat jullie ook voorbeelden voor ons zijn. Geef een bal om niet te missen. Van de Rijn, daar kom je gans. Laat de kinderen.